Vorige week was het de beurt aan IJsselmeervogels om een nieuwe spelers aan u voor te stellen. Vandaag is de eer aan Spakenburg. Woon in Eemdijk, sta in de spits en kom uit de eigen jeugd. Gaat het je lukken, die basisplaats, of erbij te horen? Ik hoop dit jaar gewoon veel te leren en ik hoop met invalbeurten dat je gewoon beter wordt en zo en met meetrainen. Ja, ik denk toch dat in het eerste staan Salas met tweede mee is. En ja, dan zie ik het wel. Ik ben Roy de Vries, geboren 25 maart 91. Ik ben verdedigende middenvelder en vorige club zijn Almere City. Wat zijn jouw kwaliteiten? Ik heb overzicht, tweebenig. Probeer altijd het spel te verdelen en andere jongens op hun plek neer te zetten. Waar moet je nog aan werken? Sterker worden, fysiek veel sterker worden en sneller handelen. Waar kijk je het meest naar uit dit seizoen? Naar het kampioenschap. Eindelijk weer eens een keertje, als ik het zo hoor, de verhalen. Ja, daar kijk ik zeker naar uit, een keer kampioen worden. Ik ben Marien Willemsen, 26 jaar, kom uit Amsterdam. En mijn vorige clubs zijn Almere City, Telstar en AZ. En mijn positie is aanvallende middenvelder. En waarom nu Spakenburg? Spakenburg, omdat het naar mijn mening de mooiste club van Nederland is in het amateurvoetbal. Wat zijn jouw kwaliteiten? Ik ben een aanvallende speler. Ik heb goede techniek, loopvermogen en traptechniek. Is goed. Waar moet je nog aan werken? Waar ik nog aan moet werken? Nou, zeg maar, het scherper kunnen verdedigen. De omschakeling verbeteren en mijn kop duels. Mijn naam is Roel de Vries, 22 jaar. Vorige clubs Vitesse in de jeugd en nu Davis 33 Ermelo. En linksback is mijn positie. Waarom nu Spakenburg? Ja, een grote club in deze regio. Ik kom ook uit deze regio. Ja, voor mij was de keuze makkelijk toen ze mij benaderen. Wat zijn jouw kwaliteiten? Voetballende verdedigen, opbouwend, vaak mee opkomend. Goede trap, overzicht. Waar moet je nog aan werken? Kop, rechterbeen kan beter, fysiek sterker worden. Ik ben Timothy Catalina, 26 jaar. Ik kom uit Enschede en mijn vorige club zijn FC Twente, FC Emmen, AGOVV en Tremor Rovers. Positie? Rechtsback. Waarom nu Spakenburg? Ja, het is een beetje gek gelopen. Ik kom via Hans van der Haar hier terecht. Wat zijn jouw kwaliteiten? Mijn kwaliteiten? Ik ben nog redelijk snel, denk ik. Kopsterk. Waar moet je nog aan werken? Ja, je kan alle opzichten wel, denk ik, wel beter worden als voetballer, denk ik. Want ook speels in de top moeten blijven leren. En... Rudy Jansen, 32 jaar, rechtsback. Ik kan ook centraal spelen. Vorige clubs zijn, ik ben begonnen bij Utrecht in de jeugd, Heracles Almelo, Excelsior Rotterdam, Cambuur Leeuwarden en mijn carrière afgesloten bij Zwolle. En waarom Spakenburg? Omdat ik het wat dichter bij huis wou zoeken en ik ben bewust gestopt met betaald voetbal. Omdat ik met TC1 trainingscursus wou gaan volgen aankomend seizoen. Helaas ben ik niet toegelaten tot de cursus. Dus ik loop wel het aankomend seizoen stage bij Utrecht om wat punten te vergaren om die TC1 volgend jaar te kunnen gaan doen. Wat zijn jouw kwaliteiten? Nou ja, goed, als rechtsback stond ik altijd wel te boeken als een jongen die veel opkwam en zijn goaltje meepikte. En altijd zijn mannetje staat in de wedstrijden. Dus 100% geconcentreerd, goed in de dekking. En ja, ook aanvallend mijn steentje bijdragen. Waar moet jij nog aan werken? Nou ja, goed, als je zo lang in de patatvoel hebt gezeten, dan er zijn altijd dingen waar je aan moet werken. Maar... Waar kijk je nou het meest naar uit dit seizoen? Ik hoor heel veel mooie berichten over de derby. Dus ik ben wel benieuwd. Mijn naam is Ricky van den Berg, ik ben 30 jaar. Mijn positie in het veld is achter de spitsen. Ik heb gespeeld bij, ik ben betaald voetbal begonnen bij Sparta. Daarna getransfereerd naar RKC, van RKC naar Heracles. Van Heracles naar ADO en van ADO nog een jaar naar Sparta. En nu Spakenburg, waarom? Ja, ja, nou ja, op een gegeven moment... Het betaald voetbal wordt steeds minder eigenlijk, naar buiten de eredivisie dan, maar de eerste divisie zeker. Dat is totaal niet meer interessant voor jongens van mijn leeftijd als je een beetje 30 bent en dat soort dingen. Dat heb ook natuurlijk eerlijk gezegd met financiën te maken. En ja, en dan ga je verder kijken wat er nog te doen is. En op zich, ik ben 30 jaar, dus ik wilde nog wel op een beetje niveau blijven voetballen. En toen waren er een paar clubs vanuit de topklasse geïnteresseerd. En zodoende ben ik eruit met Spakenburg gekomen. Wat wist je van de club? Nou, ik was daarvoor al, ik heb contact gehouden met Hans van der Haar best wel en met Sebastian Steur. En die voetbalde hier al. Dus ja, op zich hebben we hem wel een beetje wijsgemaakt dat het wel heel erg leeft. En dat is voor mij wel belangrijk. Want het moet wel een beetje
er moet wel iets op staan. Er moet wel ambitie zijn om te willen winnen. Want anders hou ik er al snel mee op. Wat zijn jouw kwaliteiten? Nou, dat laat ik liever door andere mensen zeggen. Dat vind ik altijd zo lastig. Maar ik denk gewoon dat ik een ervaren speler ben die 10 jaar lang op het hoogste niveau in Nederland heb gespeeld. En, ik heb een goede traptechniek en ik vind het raar om over mezelf te gaan zeggen van wat mijn goede kwaliteiten zijn. Dus die vraag moet je maar aan iemand anders stellen. Waar moet je dan nog aan werken? Nou, ook dat is een lastige vraag, omdat waar moet je nog aan werken als je 30 bent? Waar kijk je het meest naar uit dit seizoen? Nou, gewoon, ik snap best dat het voor hier zo leeft met de buren natuurlijk. Maar ik heb daar natuurlijk totaal niks van meegekregen. Ja, natuurlijk wel, nu wel, maar ik bedoel in het verleden, ik ken die rivaliteit niet zo. Dus voor mij is gewoon elke wedstrijd belangrijk. En ik kijk gewoon uit naar, zeker naar zaterdag, naar de competitiestart. Want het is heel belangrijk hoe je de competitie begint. Ja, omdat, en ook om de mensen hier te laten zien dat ze niet voor niets de nek hebben uitgestoken om mij hier naartoe te halen. En daar ga ik gewoon keihard mijn best voor doen. Mijn naam is Riley Gnacio, ik ben 24 jaar oud. En ik sta in de spits en mijn vorige club zijn ADO Den Haag, Westlandia, Hamza, Laakkwartier en Oranjeplein. En waarom nu Spakenburg? Ja, omdat in ieder geval ik kwam echt op een doodsport terecht bij ADO. En het was een mooie kans om zo hoog mogelijk nog een beetje te voetballen, want er was niet echt veel interesse van andere clubs. Spakenburg was een mooie gelegenheid om weer lekker plezier in het voetbal te krijgen en proberen mijn goaltje mee te pikken. Wat zijn jouw kwaliteiten? Ja, ik ik hou wel van de combinatie. Ik ben redelijk snel en best wel sterk en kan een goaltje maken. Waar moet je nog aan werken? Ja, ik ben best wel kritisch op mezelf. Dus ik vind wel dat ik nog scherp moet zijn en bijvoorbeeld in situaties gewoon meer geconcentreerd. En mijn aanname moet altijd, vind ik, nog veel beter dan hoe het nu is. Waar kijk je nou het meest naar uit dit seizoen? Ja, toch wel naar die derby van tegen IJsselmeer volgens natuurlijk. En, ik denk dat het wel een privilege mag zijn om die te mogen spelen. Ik heet Ibad Mohamedou, 29 jaar, geboren in Amsterdam. Favoriete positie is centraal spits. Kan ook op de zijkanten. Ik heb afgelopen jaar in de Jupiler League gespeeld. En ik heb het nou wel gezien. Merk je dat ook, dat het hier leeft, nu in die voorbereiding? Ja, dat merk je wel. Je ziet toch wel dat de supporters zijn toch wel kritisch en zo. Dat voel je. En, kan je daarmee omgaan? Ja, tuurlijk. Dat hoort erbij. Dat is voetbal. Dus. Wat zijn jouw kwaliteiten? Mijn kwaliteiten, ik kan de bal goed vasthouden. En ik denk dat mijn medespelers daarvan kunnen profiteren. En redelijk snel. Dus alleen die goals moeten erin. Dus, dus dat is de volgende vraag. Waar moet je nog aan werken? Het afronden? Ja, het afronden. Ja. Dat is het ding wat zeker is. Ja. Ik ben David van der Groep, 19 jaar. Ik ben middenvelder. Vorige clubs FC Utrecht en Spakenburg, eigen jeugd. Wat zijn jouw kwaliteiten? Aanname, inzicht en technisch. Waar moet je nog aan werken? Mijn felheid, zeg maar. Dus harder zijn. En doorzettingsvermogen. En conditioneel kan wel iets beter. Hoe is het voor jou om samen met Jacob als eigen jongen hier bij de selectie te zitten? Dat is superleuk. Ik ben blij dat hij er ook bij zit. Anders zat ik hier ook alleen. Net zoals vorig jaar. Dat is toch wel minder. Maar nu zitten we hier samen. En dat is wel superleuk natuurlijk. Waar kijk je nou het meest naar uit dit seizoen? Derby sowieso. En voor mezelf dat ik misschien wat minuten krijg in de competitie. De nieuwe heren van Rood en Blauw hebt u nu kunnen zien. Aanstaande maandag zijn de heren in het groen aan de beurt. Dan ook een interview met de nieuwe trainer van Eemdijk, Cor van Garderen.